En dan hebben we ook nog zwaar, zwaar groot politiek nieuws. Namelijk, het is zover. Er is een uitdager voor Bart de Wever als Vlaams minister-president. Het hing al een tijdje in de lucht en we moesten er lang op wachten. Maar bij CD&V is de kogel door de kerk. Kom er maar in. تحملوا العبء الأكبر في هذه المعركة. Nee. Sorry. Dit is een verkeerde clip. Alhoewel, ik heb wel begrepen dat er een kogel door een kerk is gegaan, trouwens. Maar goed, dat te zijn. Nee, het is dus heel de kravits geworden. Huppakee, vrouw, populair. Maar het gaat bij CD&V vooral om de inhoud. Dus, waarom is heel de kravits de beste kandidaat? Omdat ze het meest authentiek dat uitstraalt wat wij als partij zijn. Dat is een partij die gaat voor die levenskwaliteit. Huppakee, levenskwaliteit. Dat straalt ze uit, hè? In tegenstelling tot deze man. En deze man. En deze. Ja. Maar goed. Het uitstralen van levenskwaliteit is natuurlijk geen inhoud. Toch is het een logische keuze, want Hilde Kravits is iemand die veel Vlamingen aanspreekt. Het is namelijk een gewone vrouw met een gewone man die een gewoon huwelijk hebben. Maar dit is wat veel mensen herkennen, toch? Kus mij niet waar andere mensen bij zijn, oké? En doe dat domme t-shirt uit. Nou. Het heeft nogmaals niks met inhoud te maken, maar het is toch goed dat we het allemaal zien. Hilde Kravits is de vrouw die de koers bepaalt bij CD&V. En dat werd eerder dit jaar al duidelijk. We herinneren ons allemaal dit nog. Kijk, Joke Schouwvlieger maakt een grote fout. En zij zegt, hier, we moeten nu ingrijpen. Wouter, we moeten ingrijpen. Kom. En nu is het genoeg. Kom maar, Joke. Ja, kom maar, Joke. Kijk, zo gaat dat binnen CD&V. Als er ergens een probleem is, zoals met Schouwvlieger, dan wordt er iemand bijgeroepen. Kravits in dit geval, om het ook te lossen. En dat vinden ze belangrijk bij CD&V. Sterker nog, ze hebben daar een kinderboek over geschreven wat ze voorlezen in kleuterklassen. En als er iets misgaat, dan roepen we iemand erbij. Is dat afgesproken? Vraagt Brecht de Beer. Ja, Brecht de Beer. Die gaat ook voor levenskwaliteit, hè, Brecht de Beer. Maar terug naar de inhoud, want daar gaat het om bij CD&V. Het gaat niet om de kostjes, maar om de inhoud. En dan gaat het erom hoe je die inhoud presenteert met humor. Altijd met humor. En Hilde heeft humor. Van Limburg tot West-Vlaanderen. Over Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Brussel. Ah ja, ook Antwerpen. Lucas, we zijn alle twee comedian. Heb jij ooit dit gedaan nadat je grap hebt gemaakt? Elke mop gewoon. Elke mop, hè? Het helpt, het helpt. Ach. Nou, laten we nu in godsnaam naar de inhoud gaan. Kom op. Welke kant gaat Hilde Kravits ons en ons land ook sturen? O grote roze leider, neem ons mee en leid ons de weg. Wij kiezen voor een hoopvol, voor een positief verhaal. Een verhaal van levenskwaliteit. Van levenskwaliteit die beter wordt voor elke Vlaming. Een verhaal van kansen, van ambitie, van oplossingen. Wij kiezen, beste vrienden, op 26 mei niet tegen mensen. Wij kiezen voor de mensen. Dat is waar onze partij voor staat. Serieus? Is dat het? Hoop? Ambitie, kansen, oplossingen. Alle partijen willen hoop en ambitie en kansen en oplossingen. En voor de mensen, serieus, fucking iedereen is voor de mensen. Kijk, zij zijn voor de mensen, zij zijn voor de mensen, zij zijn ook voor ons, voor onze mensen. En zij zijn zelfs voor mensen met vleugels. Maar goed, als er iets misgaat, dan roepen we iemand erbij. Ik zal het proberen uit te leggen, jongens. Kijk, CD&V gaat voor inhoud en niet voor kostjes. Maar als de inhoud zo minimaal is, ja, dan moet je misschien toch maar voor die kostjes gaan. En dus draaide afgelopen zondag om één heel blij meisje. Mag dat? Oké, voor één keer dan. In dat Vlaanderen wil ik wakker worden. In dat Vlaanderen wil ik leven. En van dat Vlaanderen wil ik jullie stem zijn.